Het Witte Paard, ooit opgezet als een soort van dorpsherberg, was een prachtig gebouw met een mooie tuin aan de Groene Zoom in Tuindorp Vreewijk. In mei 1980 was ik 's middags met mijn vrouw op bezoek bij mijn moeder in het Manpad, toen mijn vrouw plotseling een rookwolk boven de huizen van de Boogjes zag komen. Ze riep: "Het lijkt wel of het Witte Paard in de brand staat." Omdat het Witte Paard voor mij jeugdsentiment was, en omdat ik wist dat het een icoon op Zuid was, wilde ik er direct heen. Gelukkig had mijn moeder een gebruiksklare filmcamera met een nieuwe film in huis. Daarmee ben ik naar het Witte Paard gerend en ben ik direct begonnen met filmen. Het was aangrijpend om dit prachtige gebouw af te zien branden. Nadat ik de film gemaakt had, heb ik hem diverse malen aan familie en vrienden uit de buurt laten zien. En daarna ging de film naar zolder. Enkele jaren geleden raakte ik bij een tuindorp-evenement in gesprek met mensen die zich bezighielden met het verzamelen van oud tuindorpmateriaal. Ik zegde hen mijn foto's en films toe. Bij die gelegenheid zei ik ook dat ik een film had van de brand in het Witte Paard. Nou, die wilden ze wat graag hebben. Thuis ging ik op zoek en vond veel, behalve de brandfilm. Ik heb het hele huis afgezocht, maar de film bleef weg. Teleurgesteld moest ik toen de stichting laten weten dat de film niet meer bestond. Enige maanden geleden was ik bezig met het weggooien van oude spullen op de zolder. Achter de knieschotten vond ik een onbekend koffertje. Daarin bleken een groot aantal films van een nichtje van mij in te zitten. Bij het uitpakken rolde daar ook ineens het brandfilmpje uit. Ik heb echt heel hard staan schreeuwen en juichen. Echt een ontlading. Ik wist dat ik de enige film van die brand gemaakt had en kon het niet verkroppen dat die weg was. Direct heb ik het filmpje afgedraaid en het bleek nog in prima staat te zijn. Al de volgende dag ben ik naar iemand van de stichting gegaan en hem de film gegeven voor digitalisering en plaatsing op het internet.